tweestrijd. Het thema van de Boekenweek 2021. Maar wat is dat dan, deze tweestrijd? Hierover praat ik vandaag met schrijver en columnist Tommy Wieringa. Volgens het CPNB is tweestrijd bij uitstek een thema dat voorkomt in boeken en literatuur. De eerste vraag die dan in mij opkomt is dat ook zo? Tweestrijd. Ik ben in tweestrijd. Ik merk het. Ja, nou ja, nee, het is ongetwijfeld een thema, ja. Maar ik heb het nooit zo op die thema's. Ik mocht ooit een boekenweekgeschenk schrijven. Mm-hmm. En dat ging, geloof ik, over migratie. Maar ik heb iets heel anders gemaakt. Dus je hoeft je gelukkig als boekenweekgeschenkauteur niet aan het thema te houden. En ik merk dat ik altijd een onmiddellijke weerstand heb wanneer ik een opdrachtje krijg van, zou je iets willen maken met dit thema? Dan lukt het eigenlijk al niet. Het wordt heel erg opgelegd op die manier. Ja, omdat ik kan mijn verbeelding eigenlijk nauwelijks dwingen. Ja, het is wel grappig, want ik ben dus in je boeken gedoken voor deze uitzending. Ja. En ik zie, ja, misschien is dat de literatuurwetenschapper in mij. Ik zie dan gelijk de tweestrijd overal oppoppen eigenlijk. Ja, maar je bent dus een willige slaaf van CPNB. Misschien wel, misschien wel. Nee, ik ben niet, nou, dat valt mee. Ja. Ik ben het ook niet altijd eens met thema's. Ja. Maar je vond dit een vruchtbaar thema? Aan de ene kant wel, aan de andere kant is niet ieder boek een conflict. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Nee, er moet wel een bestaansproblematiek, maar niet per se een conflict, denk ik, nee. Wat bedoel je? Alleen wel een bestaans? Nou ja, hoe te leven, wat te doen. Dat is een bestaansproblematiek. Okay. Dus het is niet zo dat jij, want ik heb bijvoorbeeld voor dit interview, heb ik Joe Speedboat heb ik herlezen. En daar zie ik alleen maar personages die constant in conflict met zichzelf en in tweestrijd zijn. Ja, dat zou kunnen. Ik ben heel benieuwd wat je hebt voor me. Nou ja, dat zou kunnen. Ongetwijfeld, ja. Maar je ziet, ik loop nu al vast op het thema. Ja, dus dit is toch lastiger misschien inderdaad. Nou, ik heb van alles dat ik dacht van, goh, in het kader van tweestrijd kunnen we het daar misschien over hebben. Want ik zie dus tweestrijd wel als thema terugkomen in jouw boeken. Nou ja, in Joe Speedboat zie ik bijvoorbeeld, hoe zeg ik dit? Fransje strijdt met zichzelf eigenlijk. Hij wil iets zijn wat hij misschien eigenlijk niet is. Je hebt heel erg Joe Speedboat die zichzelf opnieuw uitvindt, die daarvoor eigenlijk misschien helemaal iemand anders was. Ja. En daarin zie ik dan wel een conflict en een tweestrijd. Ook in PJ zit die strijd heel erg in. Ja, en Fransje is natuurlijk ook, de tweestrijd zit er ook in dat hij iets is wat hij niet wil zijn. Namelijk een gehandicapt lichaam dat niet in staat is om mee te doen met de anderen zoals hij wil. Ja, ook dat. Dat klopt. Ja. En hij wordt eigenlijk tegen wil en dank armworstelaar. Terwijl je misschien ook denkt, hij wil liever schrijver zijn. Ja, dat wordt hij later. Maar hij is natuurlijk eigenlijk al schrijver, maar wordt door Joe ingezet vanwege zijn reusachtige arm om armworstelaar te worden. Ja, klopt inderdaad. Joe ziet daar toch een soort opportunistisch voordeeltje van. Om hem dat te laten doen en als een manager op te treden. Ja. Wat ik ook zag als strijd in Joe Speedboat is een strijd tussen het dorp, waar eigenlijk alles hetzelfde blijft, en de wereld om die heen die verandert. Dat zie ik ook als tweestrijd. Zo breed heb ik het geïnterpreteerd. Okay. Ja. Is dat een thema in jouw boek? Vind je dat zelf ook? Of zie je dat zelf niet zo? Ik heb er nooit zo aan gedacht. Kijk, natuurlijk hebben ze een innerlijk conflict, die figuren. Mm-hmm. Natuurlijk hebben ze, en dat is denk ik heel erg, het is een boek over opgroeiende jongeren in een provinciale omgeving. Ik groeide zelf op in een provinciale omgeving. En ja, de wens om daar uit te breken, ik denk dat voor iedereen gaat. Ook als je een jongere bent in Tilburg, wil je weg uit Tilburg. Je wilt iets anders. En Joe Speedboat neemt dat heel letterlijk. Hij heet namelijk anders. Maar hij geeft zichzelf op zijn 15-jarige leeftijd geeft hij zichzelf een nieuwe naam. Zodat hij kan worden wat hij wil zijn. En dat is niet zijn oude naam, maar Joe Speedboat. Een naam die veelbelovend is, waar je zin van krijgt in andere dingen, in een ander leven, in een groter perspectief. En dat verlangen kleeft ook Fransje aan. Die wil eigenlijk wegbreken uit het dorp. En daarna, na zijn ongeluk, uit zijn lichaam. Dat niet meer doet wat het moet doen. Maar ik heb het boek eigenlijk willen opzetten, niet zozeer als een tweestrijd, maar als een heel veelkantig
kristal. Een soort sneeuwvlok van driehoeken. De driehoek was voor mij het naarmate ik verder raakte in schrijven, werd de driehoek voor mij een soort leidend symbool. Namelijk, als je een vliegtuig bouwt, dat was toeval hoor. Als je een vliegtuig bouwt, dan, dat vertelde Joost Konijn mij, die zelf een vliegtuig heeft gebouwd. Hij zei, de basisconstructie van het vliegtuig is een driehoek. Want als je namelijk iets maakt met een vierkant, dat gaat schuiven. Maar een driehoek blijft op zijn plaats. Dus een vliegtuig bestaat uit ontelbaar veel grote en kleine driehoeken. En dat maakt samen de sterkste constructie. Daar kwam voor mij bij de driehoeksverhouding tussen Joe, PJ en Fransje. Vervolgens wordt die armworstelaar. En als je eenmaal in dat beeld zit, dan kun je het niet meer, dan wordt het een soort obsessie. Maar ik zag dus in dat armworstelen, zag ik weer een driehoek. Dus ik zag voortdurend allemaal driehoeken. En ik dacht, als je die nu allemaal samenschuift, want dit weet de lezer natuurlijk niks van. Dat gaat hem ook helemaal niks aan. Maar dat is mijn constructieplezier. Als je dat nu al die driehoeken samen, dat maakt een soort heel veelkantig sneeuwvlokje. Zo zag ik het voor me. Het is meer driestrijd dan tweestrijd. Geen strijd. Geen maar, strijd, nee, verhouding. Ja, ja. Ja, en ik zat te denken, het is misschien zelfs een vierhoeksverhouding tussen PJ en de mannen. Dus ja. Ga je maar natuurlijk, de driehoek is daar toch wezenlijker, want er valt één hoek tussenuit. Die sterft, dus ze blijven met z'n drieën over. Dat klopt, ja. Oh, jij bedoelt ook nog... Ja, god, het is voor mij zo lang. Het boek is 16 jaar oud. Nee, je hebt nog, maar die doet eigenlijk niet mee. Dat is meer een soort... Passief gegeven, die jongen. Twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen. Ja. Maar het is lang geleden hoor, voor me, dit boek. Ja, ik zeg ook, ik heb het herlezen, want ik had een heel ander beeld van het boek in mijn hoofd dan toen ik het 15 jaar geleden had gelezen. En hoe heb je het nu kun je heel kort zeggen wat het verschil was? Ik vond het heel tragisch. Ja? Nu? Ja, ontzettend. Hoe oud was je toen je het 15 jaar geleden las? Ja, voor mijn lijst. Ik denk 16 of 17 Kijk, jaar zie oud. Zie je, toen had je geweten zich nog niet helemaal uitontwikkeld. Nee, en als lezer was ik ook nog niet ontwikkeld, denk ik. Ik heb het toen gelezen en gedacht, oké, prima. Ja. Toen ben ik weer verder gegaan met mijn leven. Klinkt zo stom, maar ik was er nou echt even dat ik zo'n reflectiemiddagje had. Ja. Van, goh, hoe zit dit nou? En echt heel tragisch vond ik het. Grappig is dat. Ik had hetzelfde met, ik las voor mijn lijst Titaantjes van Nesquio. Ja. En toen inderdaad ook lezen en afschrijven, afvinken, klaar. En toen las ik het 10 jaar later in Ethiopië, in Mekele, las ik het als bulkboek. Ik had zo'n hele stapel bulkboek bij me. Dan heb je dus zo'n stapel literatuur bij je. Eigenlijk zo'n stapel, maar dan tot tijdschriftvorm samengebald. En ik las dat boven een bord linzensoep. En op het moment dat ik kwam bij koekenbakker die al zijn vrienden langs gaat, die allemaal aan het leven ten prooi zijn geraakt, die allemaal nuttige functies bekleden in de maatschappij en eigenlijk hun jongensachtige idealen verloren zijn. Op dat moment barstte ik echt, zonder dat ik het voelde aankomen, echt zo woesh, in tranen uit. En dat vind ik heel grappig dat je dat zegt, want je bent inderdaad op die leeftijd nog niet helemaal vatbaar voor de tragiek der dingen, voor het voorbijgaan, voor de melancholie, voor... Je bent nog een soort machine die nog niet helemaal bezield is. Ja, en er zit zoveel verval in. En desillusie vooral. Dat ik werd er echt een beetje somber van. Ja. Ik vond het echt... grappig is dat. Hoe dat sorry, dan toch? Sorry. Nee, maakt me niet uit. Want, ik vond het ook leuk om het te herlezen. Toch weer een hele andere ervaring was het wat dat betreft. Zie je? Je leert er ook van. Dat is mooi, want er is een... Romeinse blijspelschrijver, Terentius, en die zegt, als twee mensen hetzelfde doen, doen ze niet hetzelfde. Maar, dat kun je dus uitbreiden naar als één mens hetzelfde leest op verschillende leeftijd, dan lezen ze niet hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk bijna een ode aan het herlezen. Goed, hè? Je zou eigenlijk moeten herlezen, altijd. Ja, volgens mij is het ook zo, naarmate je ouder wordt, dan versmalt je perspectief zich toch naar de allerbeste dingen die je ooit gelezen hebt en die dan herlezen. Ik vind het... Wat wel een tragisch gegeven is. Ja, en ik vind het enge van herlezen altijd dat het ook tegen kan vallen. Ja. En dat vind ik nog tragischer. Ja. Dat die hele jeugdherinnering helemaal aan gruzelementen wordt geslagen. Ja, maar dat hoort erbij. Ik bedoel, ik zou nu ook niet meer een heel tragisch
liefdeshuilboek dat we met z'n allen lazen. Dat werd een soort collectieve liefdespsychose waar we met die klas in zaten. Was Mijn Tijd met Birte. Nou, dat ga ik niet meer herlezen. die laat ik inderdaad intact. Ja. Het klinkt ook wel echt als een goede roman. Ja. We hebben het nou over Joe Speedboat gehad. Ik merk dat ik heel erg probeer om het bij het thema weg te halen. Nee, dat merk ik. En ik denk, ik moet toch een lijn in mijn interview houden. Dus ik ga er toch nog even op terug. Omdat ik ook de dood van Murad Idrisi heb gelezen. Wat ik vond van Ilham, dat is echt de belichaming van tweestrijd. Ja. Wat mij betreft. Ja. Zij is de vrouwelijke verteller. Ja, dus voor mij, ik heb iets gedaan wat best wel ingewikkeld is. Ik heb me proberen in te leven in iemand waar ik, omwille van wie ik ben, wit, middelbaar, man, niet bij in de buurt kan komen eigenlijk. En ik heb het toch geprobeerd. En dat is voor mij een van de grote tractaties van de literatuur, dat je de ander wilt, niet alleen wilt doorgronden en begrijpen, maar dus ook in zekere zin wilt bezitten, eigen maken. Nou, dus het is een de culturele toe-eigeningen. Ja, ik wou net zeggen, dat is een ontzettende hot topic op het moment natuurlijk. Ja, nee, maar Marokkaans-Nederlands meisje dat in een spagaat leeft. Dus niet Nederlands wordt gevonden in Nederland, maar niet Marokkaans wordt gevonden in Marokko. Als ze daar op vakantie is. Ja, dat is dan, denk ik, wat je bedoelt met die tweestrijd. Ja. Nou ja, ook het hele verhaal draait natuurlijk om haar. Zij is constant, zij zegt eerst van ik wil Murad niet meenemen. Ze laat zich overhalen. Mm-hmm. Maar daarna is ze constant ook in strijd met zichzelf. Ze voelt zich bijna schuldig omdat zij heeft gezegd, we gaan het doen. Ja. Dus, ja, wat ik goed uitgewerkt vond. Maar die tweestrijd zie je minder in het andere meisje. Die denkt van, goh, Touraya. Ja, maar dat is een vrij opportunistisch roofdier. Wat haar, zij is een heel ander karakter. Ik ben bij dit boek is gebaseerd op een rechtszaak die ik ooit bijwoonde over twee Nederlands-Marokkaanse meisjes die een jongen hadden meegesmokkeld. Daartoe een beetje aangezet. Ze was niet helemaal een eigen keuze, maar ze zijn er half ingerommeld, maar ze hadden er ook wel wat voordeel bij, want ze hadden geen geld meer voor benzine voor de terugreis. Dus uiteindelijk hebben ze dat toen maar gedaan. Het was die jongen overleden. En ik las dat in de krant en ik ben dat die rechtszaak eraan kwam. En ik ben er naartoe gegaan. Ik heb ze daar dus beiden gehoord, gezien, gesproken. En het waren min of meer deze karakters. De een wat opportunistischer en wat geslepener. En de ander die toch leed aan haar geweten. Dus die ook uiteindelijk, nadat ze... Kijk, wat er is gebeurd. In Marokko hebben ze die jongen meegenomen. Op instigatie van een moeder. Van de moeder van die jongen. Van neem hem nou mee. En hij wil een beter leven. Onze familie zal het beter hebben als hij meegaat. En uiteindelijk hebben ze zich laten overhalen. En kregen daarvoor betaald. Waarmee ze de terugreis konden betalen. En achterin die auto is hij overleden. In de kofferbak. Murad Idrisi. Ze vonden hem in de kofferbak aan boord van de veerboot. Zagen dat hij dood was. De kofferbak weer dicht. Zijn sidderend Spanje ingereden. En hebben hem uiteindelijk langs de kant van de weg eruit gegooid. En zijn doorgereden naar Nederland. Het meisje dat ik het verhaal laat vertellen is uiteindelijk naar de politie gegaan. En heeft zich aangegeven en gezegd, dit hebben we gedaan, dit is er gebeurd. Waarom heb je er dan voor gekozen om dat niet in het boek te zetten? Dat geeft wel een soort van nieuwe diepte aan haar personage, vind ik. Ja, maar het was geen goed einde en kreeg het er niet goed in. Het is gewoon een keuze van de schrijver dan om het dan toch daar te eindigen. Ja. Nee, dit boek is er het gevolg van dat ze die aangifte heeft gedaan. Dat was voor mij voldoende. Ja. En daarmee heeft ze in zekere zin ook haar vriendin verraden. Want die wilde het natuurlijk niet aan de grote klok hebben hangen. Maar haar geweten speelde op.
Dus het was een gewetensvol, daarmee interessant iemand. Ja, en dan is het natuurlijk als schrijver ook interessant om daar tegenover juist iemand te zetten die daar veel minder. Ja. Ik snap ook wel dat je dat dan misschien aandikt. Nou, maar zo zag ik het. Zo heb ik het. Dat diende zich echt zo aan. Dat was, ik heb niet echt iets anders gezien daar in de rechtszaal. Dus zo. Die verschillen waren zo duidelijk dat ik ze verder niet hoefde aan te zetten. Ja. Wat ik interessant vond, en daar wil ik toch even op terugkomen, wat je in het begin eigenlijk zei. Ik zei ook, het is een hot topic. En je hebt het er ook over in je boek, Gedachten over onze tijd. Over de ruimte die je als schrijver daarin voor in mag nemen. En je spreekt je heel stellig uit van, als schrijver mag ik me inleven in wie dan ook eigenlijk. Als ik maar goed onderzoek doe. Ja. Terwijl de discussie in Nederland, je ziet het nou met Marieke Lucas Reineveld. Ja, dat is toch anders hoor. Vind je dat anders? Ja, dat ging niet zozeer over culturele toe-eigening. Dat gaat meer over wie is de meest geëigende vertaler voor dat gedicht van Amanda Gorman. Het is toch iets anders dan culturele toe-eigening. Dat is over wie je spreekrecht geeft. En dat gaat er ook meer over dat het nu misschien nuttig is om anderen ook spreekrecht te geven. Maar goed, het zit allebei in de gereedschapskist van de sociale rechtvaardigheidsbeweging. Ja, daarom. Omdat de implicatie is van, goh, mag je dan alleen maar iemand die van het onderwerp iets af weet daarover laten schrijven? Ja. Of een boek laten vertalen? Ja. Wat voor mij nog een stap verder is. Ja. Maar daar ging dit dus niet over. Nee. Dit ging echt over waarom een witte vertaler, terwijl dit nu juist, dat is meer, dat is toch iets anders. Maar het hangt ermee samen en het is een heel complex onderwerp. En naarmate je er langer over praat en denkt, wordt het steeds meer een soort juridische haarkloverij soms, waar je moeilijk uitkomt. Maar dan ga ik toch terug naar mijn uiteindelijke anarchistische zelf, die zegt, ja, maar ik ben verdomme schrijver. Als ik een mooi verhaal tegenkom met een Marokkaans-Nederlands meisje erin en heel goed onderzoek doe. Ik had zelfs eigenlijk, en dat wist ik niet dat ik het zo. Ik had zelfs eigenlijk een sensitivity reader. Ik heb Manu Bouzamour, schrijver, het laten lezen. Van, zit ik goed? Weet je, sla ik niet de plank mis? Want de feiten moeten kloppen. En als je je inleeft in een meisje die uit een andere cultuur komen, of een andere culturele achtergrond hebben, ja, dan moet je dat toch heel precies doen. Het kan snel echt heel een karikatuur worden. Het kan heel stom worden. Ja. Precies. En dat is echt mijn eer te na. Dus ik heb absurd veel gelezen over de problematiek van nieuwkomers in Nederland, over de problematiek van Marokkaanse meisjes in het bijzonder. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Over hoe Nederland ervaren wordt als je in Nederland komt, over hoe Nederland zich gedraagt, hoe zij Nederland hebben ervaren en hoe ze Nederlands hebben ervaren. Nee, ik heb echt wel heel erg mijn best gedaan. Ik ben een ijverig studentje. Dus als je dat eenmaal allemaal hebt gedaan en zelfs mijn zogenaamde sensitivity reader zei, je hebt mijn zusters beschreven. Dan vind ik dat je daar toch toegeëigend bent als schrijver. Ja. Dat is een beetje de aard van ons werk. Inleven in de ander. Ja, nou ja, terwijl er ook een stroming is misschien die zegt van, je moet schrijven over wat je zelf weet en niet doe het niet. Dus het is natuurlijk ook een opvatting over het schrijverschap. Maar dat is een reductionistische aanpak. Ja, ontzettend. En ik ben van de oneindige ruimte. Het is interessant hoor, want ik sprak daarover met scholieren. Ik was 3 maanden in Tanzania en ik was uitgenodigd op een internationale school om daar met laterjaars scholieren over te praten, 15, 16, 17. Donkere kinderen, die zei, het gaat over niks anders meer hier. Dus ze moesten zich de hele tijd verhouden tot hun groep en tot de problematiek. En ik zeg, maar wat maak je dan? En zei, ja, je kunt bijna niks maken. Je moet de hele tijd, het gaat vooral over dat pamfletistische onderwerp. Dus ze moeten heel veel, ze moeten eerst heel veel doorwerken voordat ze
eraan toekomen om gewoon iets te maken. En dat is toch wat je uiteindelijk wil doen. Je wil gewoon iets maken. Ja, en dan werkt het gewoon verlammend om te zeggen, je mag dit niet en dat niet. Dat was mijn conclusie, ja. 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 Ja, een beetje verlamd door de eisen die de tijd ze stelt. Best wel een... Ik ben even over aan het nadenken. Best wel een negatief beeld. Nou ja. Daar kan je best wel droevig van worden eigenlijk. Ja, maar goed, het is nu heel... heel actueel. En het wordt enorm op het spits gedreven. Dat blijft natuurlijk niet zo. Nee, het gaat natuurlijk altijd in golven. Precies, het zal een midden vinden, maar dat is waar. Je moet nu wel goed beslagen ten ijs komen als je iets wilt maken wat niet per se tot jouw culturele achtergrond behoort. Ja. Maar goed, je kunt het verdedigen en je moet alleen iets beter je best doen. Ja, je denkt misschien ook langer over na, inderdaad. Zoals je ook in het boek beschrijft over Papa Afrika. Ja. Maar weet je, het is een interessant ding. Dat is dat Milan Kundera schrijft in zijn essay over de roman. Dat de roman als kraamcadeau meekreeg oneindige ruimte. Oneindige ruimte. Dus Don Quixote die kon gaan waar hij wilde en terugkeren. Maar die had dus een wereld tot zijn beschikking. Dan noemt hij Emma Bovary, wiens blik eigenlijk al niet verder komt dan een tuinhek. Dat is een hele kleine wereld. En dan kom ik op die school in Moshi, in Tanzania. En daar worden die jongeren geacht zich niet buiten hun huidskleur te begeven. Dus die ruimte die wordt steeds kleiner. En dat is een tamelijk gruwelijke reductie. Ja, ja, ik vond het... En de wereld doet al zo zijn best om de ruimte te verkleinen. En... dan komt dit er nog bij. Dus eigenlijk is iedereen die nu dingen maakt die buiten zijn directe omgeving vallen, buiten zijn directe culturele omgeving, ik zou je uiteindelijk kunnen, dat worden vrijheidsstrijders. Dus ik wens deze jongeren dat toe. Dat ze bezield worden door inderdaad het vuur van vrijheidsstrijders om te mogen maken wat ze willen maken. Nou ja, ik zit dan gelijk te denken, want ja, romans, avonturen, je reist de hele wereld over, je doet de blik van een andere. Ja. Dan ben jij ook een vrijheidsstrijder. Nee, helemaal niet. Mij is nooit iets in de weg gelegd. Ik heb natuurlijk een hele easy ride wat dat betreft. Ik heb alles mee. Ik heb de tijd mee, ik leef in vrede. Ik heb mijn paspoort mee, ik kom uit Nederland, ik mag overal naartoe. Mij wordt nergens ooit iets in de weg gelegd. Ik heb... de voordelen van mijn culturele achtergrond. Nee hoor, dat is absoluut niet. Nee, dat is niet. Zo. Zo zie je jezelf niet. Nee. Nee, ik ben een zondagskind. Een zondagskind. Ja. Duurde wel 2 boeken voordat je doorbrak. Daar heb je wel voor moeten strijden. 3 zelfs. Ja, met Joost Pieter. Daar heb ik niet voor gestreden. Daar ben ik alleen maar steeds beter voor. Heb ik steeds beter voor leren schrijven. Dat was gewoon een ontwikkelingsgang. Ik wilde gewoon heel goed kunnen schrijven. En ja, daar moet je je best voor doen. En dat zie ik niet in termen van strijd, hoor. Nee, oké. Okay. Wel in termen van zelfverbetering. Want heel precies kijken wat maakt dat een zin goed is. Dus eindeloos pielen op die zinnetjes, ja. Dus een boek schrijven is wel een strijd? Ja, dat is een voortdurende strijd, ja. Een tweestrijd of een grotere strijd? Een innerlijke strijd. Een innerlijke strijd, ja. En ben je dan zo iemand die zegt, goh, ik werk het eerst allemaal uit. Ik strijd eerst helemaal in mijn hoofd, helemaal innerlijk van, goh, zo ga ik het doen en dan zet ik het op papier. Of strijd je terwijl je schrijft? Het is meer een worsteling dan een strijd. maar, nee, het is, kijk, je weet nooit precies hoe een boek... Boeken beginnen op verschillende manieren. Soms is het een krantenknipsel, zoals bij Murad Idrisi. Dit zijn de namen, was ook een krantenknipsel. Dan lees je iets in de krant, dat is dan zo'n berichtje. En denk je, ja, maar het is een roman in samenballing. Het is een samengevatte roman. En je hoeft alleen maar die roman er nog maar uit te kneden, eigenlijk. Het boek wat ik nu aan het maken ben, is echt het gevolg. Het klinkt romantisch, maar toch is het zo. Het is een gevolg van een visioen, een soort flits van inzicht. Ik keek naar rechts...
op de snelweg tussen Heerenveen en Leeuwarden. Ik keek even naar rechts over de weilanden. Toen keken we terug. In die flits heb ik een hele roman gezien. Daar ben ik goddelijke nu mee aan inspiratie. Nou, nee, gewoon een gelukje. Maar zo'n flits een hele roman in zich kan dragen, dat is iets fantastisch. En daar ben ik nu. Ik heb die flits 10 jaar geleden gehad. Ik ben nu al 3 jaar bezig om het te proberen te krijgen. Van wat zag ik nu eigenlijk? Wat was het nu eigenlijk? En dus daar hoop ik er nog heel veel van te krijgen. Nou ja, sommige zijn gewoon echt de heilige Rita komt meer uit mijn jeugd voort. En de situatie zoals hoe ik opgroeide met mijn vader op een boerderij ergens achter in Twente. Dus het zijn verschillende genezes eigenlijk, die boeken. Ja, nou ja, je schrijft inderdaad ook in dit boek van goh, het winkeltje van je jeugd en de mensen die daar werken en wat speelt zich daar af. Ik kan nog helemaal beginnen over de tweestrijd in de heilige Rita volgens mij. Omdat volgens mij, daar zie je in mijn opinie heel erg ook de strijd tussen het kleine dorp tegen de hele grote wereld, de grote ruimte. Mm-hmm. Tegen de migranten die maar komen, waar ze niks aan kunnen doen. Ja. Het is eigenlijk net zo negatieve desillusie als in Joe Speedboat. De wereld gaat door en zij zitten daar in een eentje te hopen dat alles hetzelfde blijft. Terwijl dat niet zo is. Wel en niet. Het blijft hetzelfde en het verandert. Ja. Nee, dat is de paradox van de randgebieden, ja. Ze veranderen heel sterk en tegelijkertijd, als ik er kom, dan is de atmosfeer nog precies dezelfde. En daar heeft de digitale technologie niet veel aan veranderd. Nee, ja, en ik zat met voorbereiden inderdaad te kijken van dat is volgens mij ook de enorme tweestrijd die je eigenlijk in heel je oeuvre ziet. Die paradox van die randgebieden, van de grenzen, van de... Ja, want enerzijds, ik bedoel, ik zoek mijn materiaal daar. Ik schrijf nooit, ik schrijf eigenlijk zelden over steden. Ik vind echt mijn materiaal daar waar ik een beetje verder weg kan kijken. Dat is een beetje de ouderwetse dorpse schrijvers. Ja, Toon Kortom. Ja, precies. Ja. De Gebroeders Beekman. Ja. Boek van mijn jeugd. Fantastisch was het. Dus ik moet het echt van de laten we zeggen, de provincie hebben. En de provincie, daar reken ik dan ook Oekraïne toe. Ik moet uitzicht hebben, dat is het, ja. En ook misschien wel de geïsoleerde gebeurtenis. Ik kan de ongelooflijke hoeveelheid van dit Tilburg om me heen... In alle huizen gebeurt iets. Overal is iets aan de hand, spelen zich dingen af. Ik heb zoveel... honger naar verhalen, het is me gewoon te veel. Ik kan het niet aan. Cacophonie en geluiden. Ja, precies. En die geïsoleerde gebeurtenissen van de provincie, ja, daar moet ik het dus van hebben. Daar vind ik mijn materiaal. Omdat zo'n figuur in zo'n noodlijdend winkeltje waar alles over de datum is, ja, die kan ik er dan uitlichten. Met heel veel sympathie ook voor die buitenstaander, ja, toch? Ja, enorm, tuurlijk. Echt, Je moet daar niet... Je moet met grote empathie moet je ze tegemoet treden, ja. Ja, sowieso personages, vind ik. Nou ja, daar had ik dus ook als vraag opgeschreven. Dat is grappig, want ik zag in de Volkskrant ook... daar had je het over Joseph Roth. En je zei, die is super genadig voor zijn personages. Ja. Maar jij bent dat ook. Je vindt jezelf dat ook. Ja, ik zet geen val voor ze op over het algemeen. Ik heb één val opgezet voor de man uit dit boek. Die een viroloog, een beetje een arrogante, witte, middelbare man. Die heb ik echt in de val laten lopen. Daar heb ik echt een valstrik voor opgezet. Je kijkt er ook bij alsof je er heel veel lol in had. Ja, nee, dat was heel leuk. Omdat meestal geef ik ze een ruimte. Weet je. En dan, als ik een figuur bedenk ook, dan denk ik... Ja, je moet wel bewegingsvrijheid hebben. Hij moet zijn eigen gang kunnen gaan. En als die... Zeker maar naar links gaat, dan kan ik wel heel graag willen dat hij naar rechts blijft gaan, maar dat dient het verhaal niet. Dus ik moet het verhaal dienen. En dit is geen schrijversromantiek, dus echt hoe het gaat. En bij deze man, die heb ik echt een loer gedraaid. Ja. Yeah.
Ja, maar als hij er zo, zo blij over praat, dan... Ja, maar hij had het, ja, hij had het nodig. Hij zat erop... ja, dan die, mag hij het. Hij zat er echt... Ja, hij heeft het over zichzelf afgeroepen. Ja, ja nou ja... Ik vind het... Want ik... Kijk, hij heeft zijn eigen... eigen hij heeft, het gaat over een man, een oudere man, een mid-40er... die met een veel jongere vrouw, 14 jaar jonger, begint. En... Ja, daarmee eigenlijk heel precies de receptuur van zijn eigen ongeluk volgt. Want zij zal nooit ouder worden. Hij wordt alleen maar ouder. Hij groeit de tijd in en zij blijft eigenlijk achter. En de confrontatie met zijn ijdelheid en met zijn, hoe hij naar zichzelf kijkt, die wordt steeds pijnlijker. En een prachtig moment, dat als ze op een gegeven moment samen voor de spiegel hun tanden poetsen, dan neemt hij zich dus voor om niet door de knieën te zinken, zo, en dan te steunen, maar zo heel vlotjes door zijn knieën te zinken en dan het tubetje van de tandpastaborstel op te pakken en daar niet bij te kreunen. En zo is hij dus de hele tijd in de weer om zijn leeftijd te ontkennen. En volgens mij heb je dan een voorwaarde voor ongeluk geschapen. Als je zoiets doet. Hoeft niet hoor, zijn er gelukkige stellen met groot leeftijdsverschil, maar hem was dat niet gegeven. Nee, het is nogal een afrekening daarin, inderdaad. Ja, ja. Ja. Tommy, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik vond het hartstikke leuk om met je te praten. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar je nieuwe roman. Wat een leuke tweestrijd. Ja, nou, gelukkig. Fantastisch. Ja. Het nieuwe boek Gedachten over onze tijd ligt nu in de winkel. En is natuurlijk ook te leen in de bibliotheek. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.